de dag. Dit is het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. De 40ste editie van Parkpop is door duizenden mensen bezocht. Het was de eerste keer dat het Haagse Parkpop niet in het Zuiderpark werd gehouden, maar op het Malieveld. De organisatie is tevreden over het verloop van het festival en er stonden meer internationale acts op het podium dan in het verleden en de sfeer was gemoedelijk. Het feest werd afgesloten door UB40. Studenten en docenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap van de School voor Orde en Veiligheid lopen op 17 juni mee met de landelijke actie VEVA marcheert. Dit zijn nog beelden van vorig jaar. Het is een mars van 7 kilometer met bepakking. Hij start bij de KSD Marine voor de oude Waalsdorperweg en de mars gaat dan langs het Indisch Monument, het Vredespaleis en daarna vanaf de Hofvijver naar het ministerie van Defensie. De route eindigt in het defilé op het plein voor het monument. De opbrengst van de sponsoring wordt daar overhandigd aan de stichting. Het geld gaat naar Hulp voor Helden. Deze stichting zet zich met diverse projecten in voor het welzijn van militairen, veteranen en het thuisvolk. Door heel Nederland doen er zo'n 16 scholen mee met in totaal 2000 deelnemers. Met het ophangen van de Oekraïense vlag is in Leidschendam een school voor kinderen uit Oekraïne officieel geopend. De opening werd verricht door wethouder Bouw. Hier wordt lesgegeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Leerlingen van de Boldingschool uit Den Haag en de trampoline uit Leidschendam-Voorburg overhandigden ter ere van de opening geld dat ze hebben opgehaald. De school is verbonden aan Kindcentrum Trampoline. Voor elke groep staan 2 leerkrachten. 1 voor de Nederlandse les en 1 voor Oekraïense vaklessen. Zoals bijvoorbeeld rekenen. Daarnaast is er aandacht voor welzijn en wordt er iedere middag gesport. Er wordt nog gewerkt aan een speelgroep voor kinderen jonger dan 4 jaar. Deze groep krijgt ook een plek in de school aan de Haar. Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunnen archeologische vondsten uit Den Haag bezichtigd worden. Het gebouw Archeologie Den Haag is dan toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding ziet u hoe restaureren in zijn werk gaat. Er is ook een virtueel museum waarin u nog meer te weten kunt komen over de Haagse geschiedenis onder de grond. Een impressie over de archeologie in Den Haag. Hoi, ik ben Angelco en ik ben projectleider van dit archeologisch onderzoek hier op Spuigedempte Gracht in Den Haag. Nou, we hebben heel veel funderingen gevonden, met name en vloeren en afvalputjes en waterputten uit de periode daterend van circa 19e eeuw tot helemaal terug in de 15e eeuw. We zijn nu bezig met put 3 aanleggen en zoals je kunt zien zijn er heel veel funderingen te zien. En dat zijn funderingen van de achterhuizen die aan de gedempte gracht hebben gestaan en van de achterhuizen die nog steeds aan het spuit staan. Dat zijn monumentale panden en die zullen opgeknapt worden. Die worden gelukkig niet afgebroken. Nou, wat interessant is van deze locatie, wat een hele grote verrassing was trouwens, was de vondst van hele grote molenstenen. En die zijn van een rosmolen die hier in de late 18e en de vroege 19e eeuw heeft gestaan. En die rosmolen die werd voortgedreven door 1 of 2 paarden. Dus het was niet een klassieke molen in die zin met wieken.
Daarom heet het ook een rosmolen, dus ros, paard. Uit onderzoek, historisch onderzoek, weten we dat daar schelpen werden vermalen. En ja, waarschijnlijk ook nog iets van steengruis of zo. Of het maken van kalkspecie. En specie werd gebruikt om te metselen. We zijn nu bezig met onderzoeken van een beerputje uit die periode. Dus de late 18e eeuw, vroege 19e eeuw. En daar vinden we dus heel veel kalkresten van die klompen kalk. Maar ook heel veel vuursteenknollen. En waarschijnlijk werd een bepaald percentage vuursteen ook vermalen. In verhouding met vermalen schelpen en kalk. Daarmee werd dus een soort tras of kalkspecie gemaakt, zeg maar. Dus dat is eigenlijk best wel een nieuw inzicht van deze locatie. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni kunt u een kijkje nemen in de schatkamer in de voormalige discotheek in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met een bijdrage aan een warmtetransportleiding vanaf Rijswijk. Ze geven een investeringssubsidie van 81 miljoen. Dit is volgens de provincie een belangrijke stap in het realiseren van een warmtetransportnet in Zuid-Holland. Daarmee worden kansen benut die er liggen voor woningen en glastuinbouw. Zo wordt een grote bijdrage gedaan aan de landelijke CO2-reductie. Een uitleg over de warmtelink. De investering is onderdeel van een set van afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Gasunie en de provincie Zuid-Holland. Tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06-1970-2510. Dank voor uw aandacht, fijn weekende en blijf gezond.